Hallo ballonvrienden, vandaag maken we één van mijn lievelingsfiguurtjes. Ik zit hier al een beetje in de jungle tussen de slangen en de bloemen. En vandaag maken we een diertje dat perfect in de jungle past. Vandaag gaan we namelijk maken een aapje in een palmboom. Wat heb je hiervoor nodig, lieve vrienden? Een stukje van een witte ballon, 260. Twee zwarte ballonnen, 260. Deze blaas je op en laat zo nog een 5 à 6 vingertjes over aan het einde. Een blush, peach blush ballon. Hier laat je ook ongeveer 5 vingertjes over. Een bruine ballon, die blaas je helemaal op. En laat er een klein beetje lucht uit, dat je nog een klein soepje over krijgt. En een groene ballon. En hier laat je ook nog een klein topje over aan het eind. Ik zou zeggen, neem je ballonnen en laten we starten. We starten eerst met onze overschot van onze witte ballon. Deze gaan we gewoon in twee splitsen, zodat je eigenlijk twee gelijke delen krijgt. En deze knoop je aan elkaar. Dit worden de ogen van ons aapje. Dus deze leggen we eventjes opzij. Dan neem je een zwarte ballon. Maak een heel kleine bubbel. Gevolgd door nog een heel kleine bubbel. Voilà. Deze twee bubbels gaan we verbinden. Ik trek het einde van mijn ballon nog even door deze twee ballonnetjes door. En zo krijg ik eigenlijk twee hele kleine pinch twists. Deze pinch twist ga ik verbinden tussen deze ballon. Dit doe ik door de twee zwarte pinch twists op de witte ballon te leggen. Ik knijp nu de lucht uit de zwarte ballon en draai deze door de witte ballon. Zo. Dan heb je dit. Leg dit even opzij. Neem nu je peach blush ballon. Maak een redelijk grote pinch twist van ongeveer 2 vingers. Ik duw mijn knoop eventjes onder de ballon door, zodat deze mooi goed blijft zitten. Maak een bubbel van ongeveer 4 tot 5 vingers. Eigenlijk de grootte van een hand. Maak opnieuw een pinch twist. Dezelfde grootte ongeveer als deze pinch twist. En dan heb je dit. Verbind nu je tweede zwarte ballon in deze pinch twist. En dan heb je dit. Nu neem je je andere ballon erbij. En je legt deze eigenlijk hier op deze bubbel. Zo. Breng nu je zwarte ballon achter deze zwarte ballon naar de pinch twist. En verbind in de pinch twist. Leg nu je zwarte ballon over de bubbels naar de overkant en verbind in deze pinch twist.
Dan heb je dit. Nu maak je een hele kleine bubbel met je middelste startupballon. Vervolgens neem je je peach blush en we gaan deze verbinden in de zwarte ballon. Dus knijp de lucht er goed uit en verbind dan met je zwarte ballon. En met deze zwarte ballon doe je hetzelfde. Dus knijp goed de lucht eruit en verbind dan met de andere twee ballonnen. En dan krijg je dit. Nu neem je de kortste ballon en je blush ballon. Maak een bubbel van ongeveer een hand groot van beide ballonnen. Maak met je zwarte ballon een kleine pinch twist. En breng je zwarte ballon terug naar boven en verbind rond het hele hoofd. Zo, dan heb je dit. Dit overschotje mag je goed vullen met lucht, dus knijp maar goed in je ballon, zodat je eigenlijk één lange bubbel krijgt. Leg dit nu even opzij. En nu gaan we de palmboom maken waar we onze aap gaan inhangen. Neem je bruine ballon. Zoek het midden. En draai deze als een spiraal omhoog. En verbind van boven met een bubbel. Dan hebben we onze spiraal. Neem je groene ballon, knoop je eindjes aan elkaar. Maak met deze ballon een S-vorm, zodat je eigenlijk drie even grote delen krijgt. Maak hiervan al een bloemblaadje. Nu duwen we onze knoop naar binnen en we verbinden opnieuw. Zo, dan heb je dit. In deze twee bubbels gaan we nu onze bladeren verbinden. Zo, dan hebben we dit. De bladeren van de palmboom kan je ook een beetje zachtjes masseren, zodat deze eigenlijk een beetje gebogen gaan staan. En dat je een veel mooiere palmboom krijgt. Dan nemen we ons aapje er opnieuw bij. We brengen het aapje tegen de boom en de zwarte ballon draaien we rond en gaan we hier verbinden in deze pinch twist. Maak een korte bubbel en verbind met de pinch twist. Voilà. Oeps. Dan hebben we dit. Nu, deze zwarte ballon brengen we opnieuw naar beneden. Gaan we hier verbinden.
En nu willen we de onderste pootjes maken. Dus dat doe ik eigenlijk door een bubbel te maken. Gevolgd door een kleine ronde bubbel. Opnieuw een kleine ronde bubbel. Dan een bubbel even groot als deze. Aan de andere kant. En die ga ik dan opnieuw verbinden met de pinch twist onderaan. Deze ballon hebben we niet meer nodig. Dus die knippen we los. En knopen we dicht. De overschot knip ik ervan af. En met de overschot van onze zwarte ballon gaan we eigenlijk ons aapje zijn staartje maken. Dat doe je eigenlijk gewoon door een beetje lucht uit te knijpen door de hele staart en gewoon deze een beetje op te rollen en zo zachtjes te masseren. En dan krijg je dus een mooie gekrulde staart en dan heb je een aapje in een palmboom. Nu, om het helemaal af te werken, kan je natuurlijk op jouw aapje even kijken. Blap. Ja, gevonden. Zo. Als je een stift hebt, kan je op je aapje nog een leuk mondje tekenen. En dan heb je natuurlijk een zeer leuke aap in een palmboom. Ik dank jullie voor het kijken. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal, want binnenkort geef ik een heel leuke prijs weg aan mijn 100ste abonnee. Tot de volgende ballontwister. Dag!